in de CRG-fabriek. Nou, dat scheelt me veel waarschijnlijk. In ieder geval zoveel kennis heeft hij van CRG. En natuurlijk ook op dit moment Hansen die voor hem uitkomt. Maar er zitten natuurlijk ook geen kinderachtige jongens achter hem aan. Dat is Jeroen Bos, Lorenzo van Riet. Inmiddels heeft hij zich ontwikkeld ook tot de top van Nederland. Jesse Smeets is op dit moment degene met de snelste tijd. 45-1-5-7 met Edgar Oosting. Kai van Berlo toch nog op een achtste plek. Waar vinden we? Waar gaan we Wiering? Dus even kijken. Waar zit je? Waar zit je? Waar zit je? Wiering op een 16e plaats. Komt vanaf 2. De man van Tuindeco. Spijtig. Ah, man. Wat gebeurde er bij de start? Ja, hij kwam niet lekker weg. Zo konden we meteen al zien. Tjarno Sonsbeek als laatste. En dan daarachter, daar gebeurt het. Het is Joey Hansen. Maar dan in een set. Een set van 4 hebben we dan Jeroen Bos, Van Riet, Tubbe en Smeets. Berend draait overigens wel de snelste tijd met 44-6-7-2. Edgar Oosting met Denzel Maffet. Denzel Maffet op 8-9. Kai van Berlo, dus een plaatsje ingenomen door Denzel Maffet. Toon de Winter op een 10e plek met Leroy Jagster. Sam Klaas met 2-14 op een 12. En Paul Dirks op een 13e plek met 223. Rijdy Schut, uitkomend voor FJ Motorsport, wordt door Gert 275. Is Rijdy Schut op een Energy. Maar Lorenzo van Riet nu naar 2. Lorenzo van Riet op een 40-70. Max, ja, die moet wat. Wiering. Op een 15e plek. Hij heeft heel wat goed te maken, die Wiering. Wat was dat spijtig, zeg, zoals hij hier wegging. Ja, daar kan je wel over blijven zemelen, maar dat helpt niet. Nee, het enige wat hem te doen staat, is van achteren naar voren te trekken voor Wiering. Het zijn tenslotte de bommen van Europa waar we hiermee te maken hebben. Tubbe, snelste tijd. Tubbe voor Ronnie. Uit Emmen. 2,59, nummer 2,59. Snelste tijd, 44,217. We hebben prachtig mooi weer ook hier op Kerpen. Schitterend, geen regen meer. Maar volledig nog net niet de zon. Maar hij staat wel op doorbreken. Dan vinden we Joey Hansen op 1. Jan Hansen met 2. Dat op deze gaan drukken. Gaan trekken, kijken, doen, zoeken naar dat plekje. Hij wil naar 1, Lorenzo van Riet. En hij is daar ook wel capabel voor om dat zeker te kunnen. En ook zeer, zeer voorname en belangrijke besluiten. Hij heeft een zeer verstandige besluit ook door zijn vader genomen. Want hij zegt. Toch nog blijven. Goede, sterke basis hebt. En ja, dat zal in de toekomst dan moeten blijken. Of Lorenzo van Riet die er al daadwerkelijk heeft. Maar daar twijfel ik niet zozeer aan. Achterin iets plaatsgevonden hebben. Dan Hansen, Tubbe. Het is het met Jeroen Bos op 4-5, Tim Berndt. En er is ook wel weer een verandering plaatsgevonden. Dan zou het zo moeten zijn dat 2,59 die dan kijken, is dat zo? Is dat zo? Ja, Tubbe op 1, Hansen op 2. Hansen op 2, Lorenzo van Riet nog steeds op 3. Jeroen Bos met Berndt en Smeets. Dan krijgen we Toon de Winter met Denzel Maffet. De Maffet komen vanaf een 11e plaats. Nu naar
een achtste plek. Ja, Gezar, ik zei het al, die komt ook van achteraf. En zeker niet dienstelijk 11 plaatsen al goed gemaakt, hè? Lior Jagezar. 11 plaatsen. Komt vanaf, eens kijken, waar komt hij vandaan? Hij komt vanaf 18, nu al op 9. Nou, 9 plaatsen heeft hij goed gemaakt in plaats van 11. Laat ik kleine verbeteringen even toepassen. We hebben Tubbe 1, Johansen 2. Dan Van Riet, dan Jeroen Bos, Berend. Zit er nog een snellere tijd tussen bij de heren? We gaan eens qua gaat, waar is die, waar is die? De man voor de tuindeco. Komt niet veel verder, hè, Wering. Blijft op een 14e plek voorlopig even hangen. Komt vanaf 2. Hij is 12 plaatsen naar achter geschoven. Helaas een bijzonder vervelende start mee. Max Tubbe, de man uit het Hoge Noorden voor Ronnie. Voor Ronnie. De Katschop daar ook beherend. Uitkomend ook een, als CRG-dealer in het Hoge Noorden. In Emmen bij Piet Rodenburg. Het prachtige, mooie circuit daar op Emmen. Ook altijd mega goed verzorgd. Heel netjes en ook prachtig mooi om daar te zijn. Attentie rennerskwartier. Koen Esveld. Koen Esveld wordt boven in de toren verwacht. Koen Esveld wil die zich even boven in de toren melden. Ja, ik zei het al, het is Tubbe. Komt dan ook uit het gebied van Emmen vandaan. Bij Piet Rodenburg, Pottendijk. Ja, toch wel een gaaf circuit hoor. Schitterend, mooi technisch gesproken. Alle faciliteiten daar op en top. Ja, mag gezegd worden vind ik. Joey Hansen op 1, 2. Ah, Tubbe, wederom snel. Tubbe laat 43-908. Joey Hansen, dan Lorenzo van Riet met Bos, Tim Berend, Smeets, dan Toon de Winter, Denzel Maffei op de laatste plek. Wat draait Denzel Maffei? 44-551. 43-908, hè, de man op. En dan zien we Jagezar op de 124. Kijk van. Drijfsvloer komt hij vooruit. Dan Sam Klaas met Dirks op 13. 14 is dan Max Wering nog steeds met start nummer 261. Riley Schut voor FKM Motorsport. Op een 15e plaats. Uitvaller. Nou, niet een uitvaller. Maar het ging even wat minder. Met start nummer 226. Of was dat dan Bas Steen voor TKS Kart Racing? Natuurlijk ook ja, de mannen uit Hoog Noorden. Joost Elshuis, ook Gerard. De man al jarenlang is hij bedrijvig en druk in de kartsport. Ook daar is Riley Schut. Baksteen. Met Chicot. Anderson Chicot. Op een 20e plaats. Justin van der Schaft op 21. Met startnummer 215. Kaarttubben en Hansen en Lorenzo van Riet, wel mee. 17e achterstand, wat heeft, wat zien we? Wat zien we, Jeroen Bos? Jeroen Bos met 290, zakt verder weg. Hij is niet, kijken, hij staat hier ergens naast. Nou, hier vanuit mijn positie kan ik nog niet zien of hij wel of niet pech gehad heeft, Jeroen Bos, dat hij er ook mee opgehouden is. Kan natuurlijk ook een kleine zwaai gemaakt hebben, links of rechts, ergens op de baan. Daar is Justin van der Schaft. Justin van der Schaft. Ook alles op alles zettend om goede prestaties te leveren voor Good Sign. Good Sign natuurlijk ook een van de sponsoren van de livestreaming. Acer Good Sign en Kartcircuit uit Lelystad.
Denzel Maffet naar 7. Maffet naar 7 voor Van de Pol Racing op de Sodi. Zij is de mol. Denzel Maffet, Tubbe nog steeds op 1. 11 minuten, laatste ronde. Allerlaatste ronde zijn we mee bezig. Dan zal Tubbe hier dan de overwinning gaan pakken. Dat kan haast niet missen. Daar komt nog de laatste achterblijver. Max Tubbe. Tubbe 1. Lorenzo van Riet op 2. Joey Hansen op een derde plaats met Tim Berndt. Toon de Winter met Leroy Jagersar. En Denzel Maffet. Dan Smeets, Kai van Berlo. Edgar Oosting ook knap gedaan om het Sam Klaas met Max Wering toch nog op een 12e plek. Zo'n mega ongelukje had hij vandaag. Dan Dirks, Schut, Glerum, Elshuis, Christian, Fabien, Christians, Steen, Chicot, Van der Schaft en Sonsbeek en Joey van der Bos met Sakamo 236. 26. Ja,